Hoi kijkers, we zijn vandaag bij Gemeente Museum Den Haag. En de komende 3 weken ga ik samen op pad met Anouk. En vandaag zijn we bij de tentoonstelling van Chic Steltman. Honderd jaar geleden opende Steltman juwelier hier in Den Haag. En deze tentoonstelling laat de sieraden zien van 1917 tot nu. Typische Steltman-juwelen hebben intrigerende, in het oog springende vormen en zijn gemaakt met een verbluffend vakmanschap. Mis dat ik niet, dat hier niet bij staat waar de Gipse afdruk voor is. We zijn weer terug van de tentoonstelling van Chic Steltman. En wat vond jij ervan? Nou, ik vond het een hele mooie tentoonstelling. De werken waren heel erg mooi. Alleen vond ik dat de informatie vrij beperkt was. Want ze hebben een aantal keer benoemd dat het vakmanschap zo uniek was en van hoge kwaliteit. Maar ze hebben niet benoemd hoe dat dan tot stand is gekomen. En niet verder ingegaan op hoe die sieraden dan gemaakt zijn. En dat vond ik heel erg jammer. Want dat miste ik en die andere bezoeker die miste dat ook. Ja, klopt. De informatie was wel vrij beperkt. Maar als je goed keek, kon je in die boekje, waar was zo'n groot boekje, daar stond er best wel veel informatie nog over hoe het werd gemaakt. Maar dat is natuurlijk een dik boek. En dat gaat niemand lezen. Dat is waar. Vraag aan de kijkers, wat vinden jullie belangrijker in een tentoonstelling? Dat het er esthetisch uitziet of dat je vooral heel veel informatie krijgt? Laat het me weten in de comments. En dan komen we er misschien wel volgende week op terug. Tjalla! Oh.